Zo. Goedenavond allemaal. Goedenavond Anneke en Henny. Hoop bekenden weer. Zie ik allemaal binnenkomen. Gezellig. Hoi Etty. Hoi Marieke. Zo, we gaan vanavond eens eventjes lekker creatief aan de slag, zodat we creatief ons weekend kunnen gaan beginnen. Altijd belangrijk. Ik hou ervan. En jullie natuurlijk ook, anders waren jullie hier niet. En nou, we gaan vanavond aan de slag met deze mooie doodle masks van Studio Light. En ik dacht, weet je, er zijn al heel veel voorbeelden geweest de afgelopen tijd. En ik dacht, laat ik eens wat anders proberen te maken dan anders. Om nou ja, wat ideetjes te krijgen met zo'n mask kan je natuurlijk ontzettend veel. En wat ging ik nou zeggen? Nou ja, met zo'n mask. Oh ja, met zo'n mask kan je heel veel. Het zijn doodlemasks, dus dat houdt in dat je er lekker mee kunt doodelen. Omtrekken, overtrekken, inkleuren, van alles en nog wat. En ik heb vanavond iets heel anders bedacht, want we gaan helemaal niet kleuren. En dit is wel hartstikke leuk. Oh, ik krijg nu al boze smileys. dat is, vind ik niet leuk. Nou, kijk, hier is een voorbeeld wat ik met de Doodle Masks gemaakt heb. Vorig weekend? Nee, of de week daarvoor alweer. Nou ja, een tijdje geleden. Heel veel van jullie hebben hem waarschijnlijk al op de Studio Light Facebookpagina voorbij zien komen. En deze die heb ik ingekleurd met kleurpotloden van Derwent Lightfast. En vanavond ga ik dus iets heel anders laten zien. Niet met kleurpotloden, maar met distress spray. De oxidesprays om precies te zijn. Deze. Ik ga werken met modeling paste. En daarvoor gebruik ik deze. De Liquitex Light Modeling Paste. En dit is echt fijn spulletje. Dit potje, alleen al als je het voelt. Ik weet niet of jullie, wie wel structuurpasta in huis heeft. Of die voelt ja, wat zwaar aan. Een beetje cementig. Dit is echt een grappig spul. Dit is hartstikke namelijk lichtgewicht. Als je het er straks op smeert, dan lijkt het zelfs al een beetje op zalf. Maar dit is fantastisch spul, want het is licht. Je krijgt er dus geen hele zware kaarten van als je de kaarten mee wil gaan maken. Of het smeert lekker. Het is een soort gelpasta. Maar je krijgt er dus wel hele mooie structuren mee. En daarmee heb ik deze art journal pagina gemaakt. Die heb ik gemaakt in het journal. In deze journal. Die kennen jullie waarschijnlijk ook wel. Die is ook van Studio Light. En die komt uit de Jinian's Mindful Arts collectie. In dit geval is dit Journal JMA nummer 3. En hier aan de binnenkant heb je vierkante pagina's. Waar ik er eentje van heb uitgehaald. Om met jullie te gaan maken. Die ligt al hier helemaal klaar om versierd te gaan worden. En nee, deze pasta, Yvonne, dat gebruik je niet bij rice paper. Want dat is wat jij bedoelt. Nou, kom ik niet op. Matte medium bedoel jij? Hebt, dat gebruik je met rice paper. Heb ik hier. Nee, heb ik niet bij de hand. Dit is echt een soort structuurpasta. En ik vind deze zelf echt wel heel fijn om mee te werken. Gewoon goed spul. En die oxidesprays, die zijn echt niet eng. Dat ga je zo meteen zien. Het is wel even, je moet natuurlijk wel zorgen dat je gaat sprayen. Dus je omgeving moet je wel een beetje afdekken. Dat gaat vies worden natuurlijk. Maar nou, we gaan lekker aan de slag. Ik zet dit even aan de kant. Zo, deze die. Mag gezellig hier gaan liggen. En nou, dit zijn de kaarten. Ik ga ze allebei gebruiken. Ik gebruik als hoofd. Nou ja, noem het een heel hoofdelement. Gebruik ik deze. En die komt uit Mask SL59.
En ik ga dit randje gebruiken. Die zit dus in de andere, in het andere stencil. En dat is Mask SL 58. Deze, die gaan ook aan de kant. Dit is slechts een deel van de verpakking wat ik gebruikte, of wat ik neergelegd heb om jullie te laten zien. Dit is het echte werk. Dit is wat er in de verpakking zit. En dat zijn dus twee stencils die helemaal mooi uitgesneden zijn. Waarmee je dus ja, de vormen kunt tekenen, stencilen, stempelen, tamponeren, sprayen. Noem alles maar op. Als eerste. Ik heb hier een. Ik doe het even als eerste voor op een velletje wit papier. En dan hoop ik dat mijn beeld niet gaat flikkeren. Want soms met mijn lampen en een witte ondergrond, dan gaat mijn beeld een beetje moeilijk doen. Maar anders leg ik zo mijn groene onderlegger eronder. Dan hebben we daar geen last meer van. Je ziet dat ik hier op mijn werkvlak heb ik alvast wat papieren gelegd. Gewoon wat blaadjes kopieerpapier, zodat het er nog een soort van schoon uitziet. Er zijn ook spraydozen. Dat zegt Kira bijvoorbeeld. Van ik gebruik een spraydoos. Lekker makkelijk. Niks zit onder de rotzooi. Daar heb je dus inderdaad een opzetrandje. Ik vond dat alleen voor de lijf. Dat staat zo. Die dozen worden zo smerig. Omdat je er natuurlijk lekker in zit te sprayen. Maar ik heb er ook geen een hoor. Daar niet van. Maar ik spray gewoon lekker vrij uit. Ik dek gewoon alles af met keukenrol. Dat werkt ook. Als eerste. En nu is alles wit op wit op wit. Pak ik mijn masker. En ik wil dan in dit geval deze. En die leg ik hier. Ik heb er even een blaadje. Dit is even het voorbeeld hoe je de pasta gaat aanbrengen. Want we gaan de pasta aanbrengen. En daarvoor gebruik ik dus die Liquitex Light Modeling Paste. Nou, dit is hoe het eruit ziet. Het is echt een soort beetje crème. Het lijkt wel, als je er zo naar kijkt. Dan denk je, oh ja, Nivea uit die blauwe dozen. Maar dat zou ik niet proberen. En ik leg mijn stencil, hoe ik het leuk vind, leg ik op mijn kaart. En ik pak met een paletmes, maakt niet uit of je nou een plastic of een metalen paletmes gebruikt, pak ik een dot van die pasta, de modeling paste. En daarmee smeer ik in een soort vloeiende beweging mijn blad in. En dan moet je uiteraard proberen om niet hier buiten de lijnen te gaan komen, wat ik nu wel doe. En ik breng daar een dun laagje op aan. Zo. Meer dan dit hoeft het niet te zijn. En ik heb hem in de laatste beweging eigenlijk in één keer even zo eroverheen gehaald, waardoor je hem dus netjes glad afstrijkt. En ik geen ribbels en dingen er meer in heb. En dan haal ik hem in één keer keurig los. Heb je nou zo'n magneetmat? Gebruik die hiervoor om je stencil vast te leggen. Ik heb die niet. Maar ik zou het zeker aanbevelen om dat wel te doen. Nou, dan leg ik deze. Uitkijken dat ik niet in die natte pasta zit met die rand van mijn stencil. In de andere hoek. Ik pak weer een dotje van de pasta. En ik breng dat weer aan op mijn stencil. Ik verdeel het eerst een beetje, zodat overal een laagje zit. Ook hier in de hoekjes. Zo. En als laatste maak ik in één beweging. Dat is het voordeel van een groot paletmes gebruiken. Bijna in één beweging. Ik zie dat ik hier een stukje vergeten ben. In één beweging strijk ik hem helemaal glad. En ik hou ook in een vloeiende beweging mijn stencil eraf. Want als die gaat schuiven, dan wordt het een rommel. Nou, en dit laat ik drogen. Even kijken. Dat heb ik zo natuurlijk. Zo. Mijn paletmes maak ik gewoon even schoon met een babydoekje. Het is hartstikke makkelijk schoon te maken. Dit spul. En ik maak de rand van mijn potje even een klein beetje schoon. Want als dat allemaal hard wordt aan de rand van het potje, dan gaat de deksel misschien niet meer zo goed op. Of vind ik altijd jammer. Dus deze hebben we eventjes niet meer nodig. En dit laat ik drogen. Je kunt een heat tool gebruiken om het te laten drogen. Je kunt het ook aan de lucht laten drogen. Ik vind altijd aan de lucht drogen het allerfijnst.
Ik hou niet zo van de heat-tool. En waarom niet? Omdat mijn papier er altijd zo krom van trekt en hobbelig wordt. Maar ja, soms dan in lijfs vooral. Dan moet je natuurlijk ook een beetje opschieten. Dus dan is een heat-tool toch ook wel heel handig. Of als je een keer geen geduld hebt. Of je moet even een snel kaartje maken. Of je wilt juist voorkomen dat dingen gaan vloeien. Oh jee, ben ik nu kwijt? Mijn beeld blijft hangen. Dat zou jammer zijn. Volgens mij ben ik nog steeds online, maar niet meer op mijn laptop. Nou ja, dat is dan jammer. Dan gaan we gewoon verder. Kijk eventjes in de comment. Ja, ik zie op mijn telefoon nog steeds van alles gebeuren, maar de laptop die hangt even vast. Lossen we straks wel op. Dus deze, die laat ik even lekker drogen. En nou, je ziet dat ik hier nog buiten het stencil gewerkt heb. Dat krap ik gewoon een beetje met mijn nagel weg. Of netjes met mijn paletmes, hier ook. Dat wil ik niet. Zo, en nou is het weg. Voor de live vanavond. Oh, ik ben echt een beetje afgeleid omdat die laptop ineens raar doet. Hij zegt gewoon dat mijn internet van mijn laptop eraf is. Nee. Nou ja, we gaan lekker verder. Voor vanavond heb ik voor de live heb ik een extra blad voorbereid. Ik leg hier nog even wat overheen, want dat is vies. Zo, die heb ik al gemaakt. Mijn blad uit het... Nou, hij doet het echt niet meer. Waarom nou? Verbinding maken. Ik ben er wel gewoon, maar ik zie mezelf niet meer op mijn laptop. En nu waarschijnlijk wel. Ik heb gewoon even opnieuw opgestort. 3, 2, 1. Joepie, daar ben ik weer. Oké. Okay. Nou, prima. Twee tellen. Dan gaan we lekker verder. Dan kan ik ook zien wat jullie schrijven. Dat vind ik wel zo fijn. Anders dan moet ik een beetje girafje spelen om iedere keer op mijn telefoon te kijken. Zo. Nou, daar zijn we weer. Ik heb dus die Liquitex Modeling Paste. Die heb ik aangebracht hier op deze journalpagina. En wat belangrijk is nog eventjes, en dat heb ik nu niet laten zien, is dat ik hem heb aan de randen heb afgeplakt met eerst een stukje washi tape op mijn papier. En daarna heb ik hem vastgeplakt aan mijn mat met nog een stukje washi tape. Want ik vind het leuk om, net als bij deze, er een randje langs te maken. En dat randje dat maak ik dus allereerst met de washi tape. Zo. En dan hebben we de spray nodig. Eventjes mijn werkjes aan de kant, want anders dan spreken die onder. Zou jammer zijn. En een stukje keukenrol. Hierboven. Zo. Dat zien jullie niet, maar anders dan, daar ligt mijn laptop. Dus dat is een beetje jammer als die vol met oxidespray komt. Wat ik gedaan heb, is ik heb twee kleuren gebruikt. Namelijk de Walnut Stain en de Faded Jeans. En de Distress Oxide Sprays, die moet je altijd een beetje schudden. En in plaats van dat je die zo schudt, wordt er aangeraden om ze een beetje horizontaal te schudden, zodat het spuittuutje niet verstopt raakt. Nou, ik heb het nog nooit mogen ervaren dat die verstopt raakt, maar toch voor het geval dat... En ik gebruik een waterspray. Ik spray als eerste een beetje water op mijn blad. Deze heb ik dus voorbereid. Deze pasta is al hard. Dan schud ik mijn oxidespray. Ik begin met de walnutsteen en die spuit ik op de mandala's die ik net met de pasta heb ingespoten. En ik maak hier tussen, gebruik ik een beetje blauw. Hier aan de randen nog een beetje meer. Zo, hier nog. En ik breng dat zo aan. Nou, ik vind dit nog niet heel spectaculair. Hij moet wat mooier gaan overvloeien. Dus ik pak nog een keer de waterspray. En ik zorg dat dat een beetje beter gaat vloeien nog. Ik wil hier nog iets meer bruin in.
En zo en door hem een beetje te gaan draaien met mijn blad, laat ik dat nog een beetje vloeien. Hier nog een beetje. Het is helemaal niet erg om er nog wat wit in te hebben. Dat geeft ook wel een leuk effect. Dat heb ik bij deze ook. En ik moest even bukken, want die had ik ondertussen naar de grond laten verdwijnen. Oh, ik ben helemaal de randjes vergeten hier. Nou, die doe ik wel later. Ook leuk. Hij hoeft ook niet helemaal hetzelfde te worden natuurlijk. Kijk, hier onderin, daar zie je dat daar is ook geen spray gekomen. En hier bovenin gaat dat door dus wat meer water te gebruiken. Zorg je ervoor dat die spray nog wat meer uitvloeit. Net zolang tot je denkt van nou, nu vind ik het wel welletjes. En ja, dan zal je een keer met de heat tool aan de gang moeten gaan om het te drogen. Dus kun je niet verder. Dus ik ga hem een klein beetje helpen nu met drogen. Je kunt hem natuurlijk heel lang laten liggen, maar zo lang hebben we geen geduld. Dus we gaan lekker verder. Nou, met deze achtergrond kun je natuurlijk allerlei trucjes nog uithalen. Met waterdruppels erin laten vallen. En dat ga ik nu allemaal niet doen, want dan vind ik hem veel te druk worden. Dus ik ga hem nu lekker drogen. Niet helemaal. Zo. Is voor een gedeelte gedroogd. En het overschot hier, dat dep ik een beetje weg. Want ik heb geen geduld. Natuurlijk kan ik dat laten drogen. Maar ik dep het weg. Ik vind dat blauwe zo donker wel leuk. Maar je zal met distress oxide spray zien dat dat donkere strakjes echt niet meer zo donker is. Dat droogt veel lichter op. En je krijgt een soort witte krijtwaas eroverheen. Dat is echt het verschil met de oxide spray en de gewone spray. Goedenavond Willy, je bent niet te laat joh. Je kunt altijd nog meekijken. Hartstikke gezellig. Dan verder. Mijn keukenrol, want die heb ik wel nodig om strakjes het een en ander weg te deppen. Ik heb hem nu redelijk gedroogd. En wat ik nu ga doen is, ik ga hem nog een keer nat maken. De oxidespray inkt, die is in het papier nu redelijk ingetrokken. Maar ik kan hem van de pasta af nog best wel wat wegdeppen. En dat ga ik nu doen, waardoor ik het een beetje oplicht. Dus ik spuit. Heel makkelijk activeert dat weer met een beetje water. En als ik nu met een keukenrolletje dat ga wegdeppen, niet te hard deppen, dan komt hij op de pasta, wordt hij dus lichter. En daartussen eigenlijk niet, waardoor je een mooi relief erin krijgt. Zo, dat doe ik hier bij die onderste natuurlijk ook. Lekker even met water. En ik dep al mijn pasta droog. Af en toe een beetje draaien met mijn keukenrol. Nou, wil je het nou nog wat lichter hebben? Dan kan je twee dingen doen. Even mijn keukenrolletje weggooien met een penseeltje water. Ik heb eigenlijk altijd wel een pot water op tafel staan hier, want ik zit hier bijna dagelijks te rommelen. Met een penseeltje kun je bepaalde gebieden nog oplichten. Nee, heel veel lichter gaat het niet meer worden. Maar wel iets. Je kunt er dus nog wat van afhalen. Maar, en daarvoor moet ik hem eerst even weer helemaal droog maken. Ga ik nog wat anders laten zien wat ook een super gaaf effect geeft. Maar daarvoor moet hij wel droog zijn. En dan maak ik deze plas van dat blauw ook nog maar even goed droog. Want ik ken mezelf, dan zit ik er met mijn hand in en dan stempel ik alles onder. Soms niet erg, soms krijg je van die happy little accidents dan als dat gebeurt. Dat je denkt, oh dat is hartstikke mooi. Maar
ook heel vaak word ik er iets minder blij van. En je ziet dat door deze kleuren krijg je eigenlijk een soort echt een vintage roestachtig effect. En dat geeft een heel leuk. Ik hou ervan. Ik hou echt wel een beetje van die vintage kleuren allemaal. Je zal mij niet heel snel iets zien maken met hele felle kleuren. Maar dat kan natuurlijk ook. Als je zegt van joh, ik vind het echt fantastisch als ik hier de hele regenboog opzet. En ik neem zwarte pasta en ik maak deze prachtige vormen in het zwart erop. Of iets wat vanaf die felle kleuren eraf knalt. Dan moet je dat natuurlijk gewoon doen. Dat volgende trucje wat heel leuk is. En dan ga ik toch dit even wegdeppen. We zijn verder wel eigenwijs, maar anders maakt het een rommel. Zo. Is met een babydoekje. Met een babydoekje kan ik nog iets meer structuur en geven aan mijn achtergrond. En ik zit te denken welke zal ik daar eens voor nemen. Dan neem ik het andere masker voor. Deze. Ik vind deze, die vind ik ook zo mooi. Dat is echt een van mijn favorieten. Maar ik ga nu voor deze. Ik leg mijn masker hier op het blauw. Met het babydoekje ga ik zachtjes wrijven. En wrijf ik weer wat van de oxide inkt weg. Pak ook even een stukje keukenrol. Om het een beetje droog te deppen. Zo. En mijn babydoekje weer. Om wat kleur weg te vegen. Dus op dit papier moet je wel voorzichtig zijn. Zeker omdat ik hem nu niet heb laten drogen. Dan veeg ik gelijk mijn papierstuk. Dus je moet echt wel een beetje mee uitkijken. Nou is een beetje stuk niet erg. Want het is hartstikke prachtig dik papier wat er in de journal zit. Maar ik wil natuurlijk niet gelijk dat alles kapot gaat. Ik heb het idee dat hij niet zo heel makkelijk gaat. Maar we gaan het zien. Kijk, daar is hij. Dus nu heb ik met het babydoekje, heb ik hier eigenlijk iets meer relief nog ingebracht. En dat gaan we hier ook doen. Aan de andere kant. Zoiets. Ja. Wrijf ik weer. Kijk, je ziet het nu ook gebeuren. Ik wrijf eigenlijk het blauwe weg. Onder het blauwe is ook nog weer bruin gekomen. Echt grappig hoe deze oxidesprays ook reageren op water, op je babydoekje, op elkaar. Gebeurt van alles mee. Ja, goed in die rondjes. En mijn keukenrolletje. Even een beetje droog teppen. En ook hier zit nu nog een klein beetje vorm erin. Weer anders geworden als de andere die ik net had. Zo. Ik maak hem nog weer een heel klein beetje droog. En dan ben ik wel een keer klaar met deze heat tool. Zo. Nou, zo zie je hoe die is geworden. En wat ook nog wel leuk is om heel even te laten zien, zijn mijn. Ik maak wel eens proefjes natuurlijk voordat ik een live ga doen. Dan ga ik eerst proberen wat een beetje mooi uitpakt, wat ik leuk vind. En dan heb ik bijvoorbeeld deze gemaakt met andere kleuren. Hier zie je dat ik dus druppels water in de oxide heb laten vallen. De kleur hier die ik gebruikt heb met de walnut steen is de Mermaid Lagoon. Dus die is iets meer turquoise. Maar ook dat vintage krijt effect zie je hier heel goed. Die witte waas die er overheen komt. Die echt kenmerkend voor die oxidesprays is. Deze was even een gekheidje. Ik dacht, voor mij is dit wow kleur. Dat vooral die groene. Maar dat was ook wel weer heel erg leuk om toch eventjes te zien gebeuren op mijn papier. Ik heb hier verder eigenlijk helemaal niks meer mee gedaan. Behalve de oxidespray erop gespoten. Om even te kijken wat er gebeurt. Om even te spelen. En deze die vind ik zelf wel heel gaaf geworden.
En hier ga ik zeker nog wel een leuke kaart mee maken, want dit is een wat kleiner blaadje. Maar die is met de Dried Marigold en de Walnutsteen. Dat is deze. Dat is een beetje een licht oranje-achtige kleur. Daar heb ik een klein beetje van gebruikt en de rest is eigenlijk gewoon bruin. Maar die passen zo mooi bij elkaar. Dat je, ja, dat dus vond ik ook heel geslaagd geworden eigenlijk. Ik ben gewoon maar een beetje gaan proberen. Tot ik wat leuks vond. Maar ik vond deze dus ook heel gaaf. Omdat het, dit is echt een beetje een roestig effect wat je hierop gekregen hebt. Dan vertelde ik net dat ik nog wat anders wilde laten zien. En daarvoor gebruik ik een waterbrush. Die heb ik hier in mijn handen. Ik denk alleen dat ik deze ga gebruiken. Ja. Dat is de Derwent waterbrush. Die gebruik ik daar het liefste voor. Kijk maar, want je kan het bijna niet meer lezen van welk merk die is. Die heeft hier van die fijne, zachte een inknijpbaar gedeelte, waardoor je je water goed kan doseren. En nee, die andere kaart had geen blauw erbij. Maar deze die. En ik gebruik deze. De Molotov One for All Acrylic Twin Marker. En die heeft aan twee kanten een punt. Deze 1,5 mm punt. En aan de andere kant, daar zit een 4 mm punt. Die gebruik ik nu niet. Veel te dik. Maar deze 1,5 mm, die gebruik ik nu wel. En ik gebruik mijn waterbrush. Je moet hiervoor een klein beetje snel werken. Maar dat kunnen wij. En wat ik doe, is ik maak... Even kijken of die het doet. Ja. Maak de puntjes wit. Maar alleen het puntje wit. Nou, dit is natuurlijk... Daar ging mijn dopje. Dat is niet mooi. Dus met de waterbrush veeg ik. En ik heb hier echt een beetje te veel gebruikt. Los hem ook weer op. Even met droge waterbrush even. Zo. Maar goed, op deze manier maak ik dus met water en een acrylmarker een verloopje in het wit. Om de buitenste puntjes wat lichter te maken. Klein beetje met de acrylmarker en de rest uitvegen. En blenden met de waterbrush. Super eenvoudig eigenlijk. En het geeft een heel leuk resultaat. Klein puntje wit maken. Waterbrush erop. En blenden die handel. Mijn keukenrol weer van de grond afrapen, want alles... Nou, al het goede komt van boven en alles valt altijd naar beneden. Zo. Puntje wit maken. En met je waterbrush blenden. Uiteraard kan je dit ook met een penseel water, met een gewone penseel doen. Ik gebruik in dit geval dan weer liever de waterbrush. Met penselen die gebruik ik meestal niet voor mixed media. Zo. Je kunt dus met deze markers hartstikke mooi egaal kleuren. Maar je kunt dus ook de puntjes daar eventjes wat mee aanzetten. Je kunt ze dus ook met water blenden. De meeste van jullie die zullen best wel zo'n witte stift in huis hebben. Of een gelpen. Ik weet niet of het met gelpennen ook zo goed gaat als met deze mooie stiften. Markers. Zo. Ja, ik doe niet de hele bloem. Ik doe eigenlijk alleen hier aan de buitenranden de vakjes. En zo krijg je er dus nog meer diepte in. Oei, oeps. Er komt een hele klodder uit. Dan vegen we dat eerst maar even weg. Gelukkig, zolang het nat is, kun je het makkelijk corrigeren zoals je ziet. Dus dat is ook wel weer prettig. Een
Een witte Posca kan ook hoor, Yvonne. Alleen ik heb vanuit Colorstock heb ik eigenlijk altijd deze. En ik vind deze gewoon echt super handig, omdat die twee verschillende diktespunten heeft. Als ik grotere oppervlaktes wil pakken, dan draai ik gewoon mijn pen om. En dan hoef ik dus niet weer geld uit te geven aan een nieuwe stift. En wat ik hier ook heel prettig aan vind, ik heb hem alleen nu niet bij de hand, is dat die van de Molotov markers, die zijn navulbaar. Daar heb je ook navullingen van. Zo. Nou, deze nog. En die. Doe er even lekker twee tegelijk. Ups. Zo. Nou, en nu zie je dus dat je hieronder een heel ander effect hebt dan bij deze aan de bovenkant. En om die aan de bovenkant te gaan maken, ga ik even mijn blad draaien. Ik zit de dop van de acrylmarker, wil ik proberen om op mijn waterbrush te stoppen. Maar dat gaat niet, want die van mijn waterbrush, die ligt ergens op de grond te dweilen. Ik draai hem hiervoor even om, omdat ik dit, dan moet ik van me afblenden. En dat werkt voor mij niet fijn, want dan moet ik de verf vooruit gaan duwen. En dat vind ik niet prettig. Ik trek eigenlijk altijd als het ware de verf naar me toe. Mijn keukenrolletje er weer bij, voor het geval ik weer aan het rommelen ben. Want als je mij bent, maak je altijd rommel. Zo, wit puntje. Zie je dat ik eigenlijk inderdaad als het ware de verf, die trek ik naar me toe. Omdat ik rechtshandig ben, is dit voor mij een hele prettige beweging. Als je linkshandig bent, ja, niet. Zo. Ik maak het nat. En ik trek het naar me toe. Waardoor die eigenlijk vanzelf, ja, mooi uitvloeit. Een beetje meer. Ik weet niet of er ondertussen mensen vragen hebben of. Want het is eventjes een momentje dat je denkt, nou, ik ben even uitgekletst. Kan dat? Ja, dat kan ook nog wel eens. Collega's van mij zouden dat niet geloven, maar het is echt waar. Ik ga even in een rap tempo er wat meer tegelijk doen. Moet je wel een beetje doorwerken, want als die acrylmarker opgedroogd is, ja, dan kan je hem niet meer blenden. Dus je kunt niet als met aquarelverf zeggen van nou, ik loop even een half uurtje weg en dan maak ik het straks af. Dan blend ik straks mijn witte marker wel. Dat werkt zo niet. Dat moet je wel gelijk doen. Hier nog, die nog, die nog. Zo, in de versnelling nou. En ik vind dan deze ook nog wel eventjes erbij horen. En dat bedoel ik, je ziet mij nu een beetje met mijn hand raar doen. Ik hou sowieso altijd mijn pennen wel
merkwaardig vast, maar deze bocht is niet fijn om in te kleuren. En je ziet nu dat die puntjes, die zijn mooi geblend, die zijn ja, die vallen lekker op hier aan de buitenrand en die lopen nu ook een beetje donker weg naar de hoeken. En ja, dat vind ik een hartstikke leuk effect. En ik ben nog even nieuwsgierig. Nou, hier komt nu echt bijna geen kleur meer vanaf. Het midden nog. Dat mis ik. Ik mis nog... Nee, ik ben nog niet tevreden. Ik ben nog niet tevreden. Ik wil toch deze dingetjes ook nog even een beetje doen. We gaan er even verder met de Posca. Of met de Posca, niet met de Molotov. Zo, want ik die stip in het midden ook nog even zo hebben. En dan heb ik hier weer langs gekleurd. Deze nog. Zo. Doen we dat ook aan de andere kant nog even. Draai. Ik heb er weer in beeld liggen. Jawel. Dan doen we die ook nog maar. En hier een stukje. En de stip in het midden. Zo, en nu ben ik wel blij. Nu stop ik ermee. Dan zou je met de achtergrond nog het een en ander kunnen doen. Zoals bijvoorbeeld een tekststempel erop maken. Of nog meer achtergrondstempels gebruiken. Je kunt het natuurlijk zo gek maken als je zelf wilt. En ik gebruik daarvoor een tekststempel. Eentje die ik hartstikke mooi vind uit de JMA collectie. Ik ben altijd gek op... van die tekststempels, net als deze. Die, ik heb geen wit blaadje meer om eronder te leggen. Nou, dan maar even met mijn hand zo. Van die tekststempels met schuinschrift of script, zoals ze dat wel eens noemen. Die ga ik gebruiken. En daarvoor gebruik ik om te stempelen de Distress Oxide Inkpads. En ik gebruik niet de bruin, want dat pakt er niet zo goed uit. Maar wel de blauwe. Heb ik daarvoor nog een beetje gebruikt in de achtergrond. En ik pak die bruine er ook nog een beetje bij. En wat ik daarmee doe, is gewoon los uit de hand. Ja, laten we deze eens pakken, zo hier. Druk ik een beetje van de tekst af op mijn blad. En ik doe dat zonder blokje, gewoon lekker simpel. Even aanduwen en wegwezen. Hier ook een beetje. En dat geeft weer wat extra effect in je achtergrond. Ik hou ervan. En nou ja, daarom doe ik het ook. Blauw even weg. En dan pak ik nog wat van de bruin. Die zet ik hier nog neer. Die valt dus al beter op. Hier nog wat. Ik probeer wel uit te kijken dat ik niet op mijn, nou ja, ik noem het even bloemen, op mijn mandala's stempel. Lekker vieze vingers. Dan ben je goed bezig, zeg ik altijd. Ik maak deze heel even schoon. Want dan vind ik het nog mooi om er met zwart, en ik gebruik daarvoor in dit geval Stazon, ook nog een helderder afdruk van te maken. Weer even kijken wat de bovenkant was. En daarvoor werk ik als volgt. Ik doe het op dezelfde manier. Kijk, en nou heb ik dus hier. En zo kwam ik vorige keer op het idee om de puntjes wit te maken. Want nu heb ik dus gekliederd. En ik heb mijn... waterbrus al weg, maar het is toch met Stazon, dus dat gaat toch niet werken. Heb ik op mijn bloem gestempeld. Maar, ach,
Het blijft mixed media, hè. Hoep. En deze die doen we hier. Dat leg ik weg. En dan pak ik mijn marker weer. Dat heb ik bij die andere ook gedaan, want daar had ik ook in de bloem geknoeid. En dan ga ik er lekker overheen. Zo. En ik verdoezel dat gewoon een beetje. Wat niet weet. Wat niet eert. Natuurlijk had ik dit ook netjes af kunnen dekken. Ja, had gekund. Zo. Of je doet dit in alle bloempuntjes, dan lijkt het net alsof het zo hoort. Het is altijd de kunst van het verdoezelen. Nou, en dan... is die eigenlijk nagenoeg klaar. Bij deze heb ik hier nog dat randje gemaakt met de pasta. Dat doe ik straks. Nee, dat doe ik nu wel. Gaan we nog doen, want ik vind hem met dat randje net even wel wat leuker. Dus ik ga dat randje er gewoon nog opzetten weer met mijn pasta. En dan hoop ik dat dat op tijd droog is. Zo. Ik vind het toch jammer als dat er niet op zit. Want dat is zo'n leuk randje dit. Dan kan je voor zoveel dingen gebruiken. Nou, hoop ik dat die recht gaat. En eigenlijk is het heel simpel. Want in één keer trek je hem zo. Hop. Meer is het eigenlijk niet. Zie je dat? Redelijk eenvoudig. En dan hier. En dan kom ik in de knoei. Dus ik moet hem even omdraaien. Zo. Dan hoop ik dat dat hier wel goed gaat. Ja. Dan kom ik niet in de natte pasta terecht. Zou zo jammer zijn. Als je hem dan weer aan het verknoeien bent. Zo. Ik verdeel die pasta. Zo. En hopsakee. Een leuk randje er langs. Ik vind het eigenlijk wel leuk zo, ook dat lichten. Die andere die had ik nog bewerkt met de oxidespray. Maar dat witte randje, dat bevalt me ook wel. En je ziet dat deze modeling paste dus niet helemaal kraakhelder, super dik, dekkend wit is. Maar gewoon, ja, hoe noem ik het? Semi-transparant. Dat schijnt wel een beetje door. Het is niet... kraakhelder wit. Waarom doe ik dit? Ik veeg hem even van mijn washi-tape weg. Omdat ik bang ben dat ik hem anders met losmaken zo meteen van de tape niet meer strak krijg. En Lizzie vraagt welk papier zit er in deze art journal. Er zit 300 grams mixed media papier in. Ik zal even laten zien. Een beetje. Er zitten namelijk 3 kleuren in. 3 verschillende. Je hebt dit 300 gram witte papier. Niet zo dichtbij, Eels. Je hebt een aantal zwarte vellen daarin. En je hebt kraftpapier erin. Wat van dat bruine papier is. Wat ook super goed geschikt is om in combinatie met deze masks te gebruiken. En zo. De journal weer even aan de kant. Die gaat ook maar naar de grond. Ik heb geen plek meer op mijn tafel. Ik maak dit heel klein beetje droog. En dan haal ik mijn washi tape af. Ik wil dus niet te lang met die heat tool erop, want bij mij gaat mijn papier dan zo snel krom en dat vind ik dan weer jammer. Zo. Maar, ja hoor, is wel redelijk droog. Dus je hoeft helemaal niet heel lang, 300 grams. Je hoeft helemaal niet lang met heat tool erop om hem droog te maken. Nog een gunstige bijkomstigheid van deze pasta. Nou,
Nu gaan we, en dan hoop ik dat mijn papier goed droog is. Dit moet je eigenlijk thuis, zou ik je adviseren om je werk nu gewoon even lekker rustig te laten drogen aan de lucht. En waarom? Dan weet je zeker dat je papier goed droog is en op het moment dat je je washi-taper af gaat halen, dat je niet je papier kapot trekt. 9 van de 10 keer als je je papier stuk trekt, dat betekent dat je werk nog niet goed droog was. Maar ja, ik wil nog even verder werken. Dus ja, vandaar dat ik hem nu toch eraf trek. Ik trek hem ook vaak schuin weg. Nu zit ik nog op mijn washi-tape, dus ik kan nu trekken wat ik wil. Maar ik ben altijd toch voorzichtig, want het zou toch jammer zijn als je, nou ja, een hele tijd eraan gewerkt hebt dat het dan verpest raakt. En ook al is dit maar, ja, is dit mijn tweede, maar vind ik het toch jammer als het niet mooi wordt. Want elk werkje wat je maakt wordt toch weer anders. Want dit was eigenlijk wat ik aanvankelijk voor ogen had toen ik deze pagina ging maken. Toen dacht ik van nou, en dan laat ik hem zo. Dan doe ik er verder niks meer mee. Want het idee is, als ik mijn washi tape straks weghaal, die ik hieronder heb zitten, dat ik een witte rand aan de zijkant heb. En dat was het idee bij het oorspronkelijke werkje ook. Even kijken wat ik nou eerst moet doen. Nou, ik doe nu even voorzichtig, want ik wil niet mijn papierstuk maken. En het zou nog kunnen zijn dat hij ergens nog nat is. Kijk, en door het gebruik van die washi tape krijg ik nu dus een heel mooi wit randje erlangs. En dat hele mooie witte randje, dat zit niet langs mijn andere werk. Ik hou even mijn papier een beetje tegen. Nou, deze washi tape die plakt niet zo erg, dus dat gaat hartstikke goed. Zo. En de laatste. Zie je dus, als je die washi tape een beetje met beleid eraf haalt, dan gaat je papier niet stuk. En hier zie je nu wel de reden dat ik net met mijn ik heb hier nog een mesje, zie ik. Dat even weghalen. Waarom ik net met mijn paletmes gelijk de restjes van mijn washi tape afhaalde. Want anders blijft het zitten. Nou, deze die heeft nu een hele mooie witte omlijsting. En in dit geval, ja, er zitten hier gaatjes in het papier. Dat klopt. Maar jij zegt nu van, oh jee, er is wat onder het papier, onder de washi tape doorgekomen. Nou, dat gebeurde dus bij deze. Toen ik het origineel aan het maken was, ik haal mijn washi tape eraf en toen dacht ik, oké, nou, dat had ik dus net zo goed niet hoeven doen, want er was hieronder, was die eronder doorgelopen. En toen dacht ik, oh, jammer. En toen dacht ik, nou ja, waarom doe ik het eigenlijk niet overal langs de rand? Dus ik heb die hele rand op die manier gemaakt. Ik heb er nog een beetje blauw bij gedaan uit het sprayflesje. En dan doen we dus gewoon net alsof dat zo hoorde, maar dat was niet zo. Nou, je ziet hier ook door de gaatjes, die gaatjes maakt het wel lastig hoor. Loopt die aan de achterkant, is die er wel doorgelopen. En had het net zo goed aan de voorkant ook vies kunnen zijn, maar daar heb ik gewoon nu geluk mee gehad. Maar dit was wat ik oorspronkelijk wilde, eigenlijk. En nou ja, en inderdaad, Ingrid, bij deze had ik hier een ongelukje en eerst dacht ik, oh boe, ik wil dit niet. En toen dacht ik, weet je, we maken er wat van. En dan heb je dus inderdaad je happy little accident, want het is toch weer een ander effect als wanneer je hem zo maakt. Dan vind ik het altijd wel leuk om er nog iets mee te doen met die rand. En om daar wat mee te doen, gebruik ik hier een Derwent Inktense potlood voor in de kleur Charcoal Grey. En ik ga er nog een kleine schaduwrand langs maken. En ik heb hier pasta aan mijn vinger. Dat heb je als je mij bent.
Je ziet nu trouwens, wat heel leuk is, aan die pasta, dat hij een beetje de kleuren heeft aangenomen van de oxide die eronder zit. Dus hij is niet helemaal wit, maar hij is ook zeker niet helemaal doorzichtig. Maar je krijgt er een super leuk effect mee. Ik ga deze rand, die geef ik met potlood, ga ik deze even zwart maken. Ik trek hem dit keer niet helemaal door. En deze Inktense potloden, die zijn waterverdunbaar. Dat ga ik je straks laten zien, maar eerst een zwarte rand. Ik twijfel nog even of ik mijn mooie zwarte rechte, of ik mijn mooie lijntje, of ik de buitenkant ook doe. Want de vorige keer lukte dit mij niet. Doordat de verf onder mijn washi was gelopen, daardoor heb ik nu eerst washi-tape geplakt. En daarna pas met de afplaktape over de washi-tape heen. Dan heb je dus iets meer geluk. Zo. Nou, vind je het lastig om zo recht uit de hand te gaan? Pak dan een liniaal, hè, of een blaadje. Of had dit gedaan terwijl de washi-tape er nog op zat. Maar mij lukt dat wel om het recht te krijgen uit de hand. Plus, het is ook gewoon een lekker mixed media werkje. Het is geen wiskundewerkstuk. Dus je moet gewoon lekker doen wat je zelf wil. Zo. Nou. En dan pak ik mijn waterbrush dus weer. En ga ik met de waterbrush, dankjewel Mandy, mijn lijn vervagen. Zoals ik dat. En ik begin daarmee altijd. Ik werk altijd naar de lijn toe. Dus ik begin eigenlijk hier. Niet aan de rand, maar van de rand af. Daar begin ik. En dan poets ik hem naar de rand toe. En dan krijg je een mooi verloop. Dus ik begin van de rand af. En nu duw ik de verf, als het ware, naar de rand toe. Hier ook weer van de rand af beginnen. En dan duw ik hem naar de rand toe. Andersom werkt dat niet. Ik kan dat wel even laten zien op een stukje kniederpapier. Heb ik dat nog ergens liggen? Oh ja, ik kan het hier op de achterkant gewoon doen. Wat gebeurt er als je gaat blenden? Ik zal het even op wit papier laten zien. Kunnen jullie het zo en zo beter zien? Stel, ik heb hier deze zwarte lijn. En een beetje zo. Die wil ik blenden. Ik blend hem dus van niks. Dus gewoon van schoon. Blend ik hem naar donker. En je ziet dat doordat ik hem naar voren duw, krijg ik een mooie geblende lijn. Als ik het andersom doe, dan moet ik voor mezelf even. En ik begin hier midden in die midden in mijn kleur. Dan krijg ik dit. Nou, dat is niet hetzelfde. Zo krijg ik geen mooi overloop. En ja, dan kan ik blijven poetsen, blijven poetsen, blijven poetsen, blijven poetsen. Net zolang tot die zo dun is geworden met water, dat ik hem helemaal uitblend. Nou, ook leuk, maar niet voor wat ik nu wil bereiken. Dus altijd van niks naar het donkerste gedeelte werken. En niet andersom. Dus niet direct, bam, met je waterbrush of je penseel in je aquarelpotlood gaan zitten. Altijd van buitenaf. Voorzichtig benaderen, zullen we maar zeggen. Dus hier ook, van buitenaf naar je lijn toe werken, dan krijg je een mooi geblende lijn. Voorzichtig in het hoekje. Zo. Ik ben dus ook gewoon over die pasta heen gegaan. En ook daar kun je gewoon in blenden. Zo.
En je ziet dat ik nu ook met gemak over die oxidespray heen kan gaan. Die is redelijk in dit papier getrokken. Gooi ik hier een klets water op, dan reageert het natuurlijk nog wel. Want oxidesprays die blijven reageren, maar het zit nu ook al goed gefixeerd in mijn papier. Waardoor ik het niet meer uitsmeer over de hele bladzijde heen. Nee, dat kan positief zijn of negatief natuurlijk. Het ligt eraan waar je het voor wil gebruiken. Als ik zo'n randje aan het maken ben, ben ik er wel blij mee. En dit kleine hoekje nog. Zo. Nou. En nu kan je er dus voor kiezen om dat hier in de witte rand nogmaals te doen. Ik vind hem zo leuk, ik ga het niet doen. Maar dat zwarte randje erlangs, dat maakt voor mij net eventjes wat leuker. En ik blijf wel een beetje twijfelen hoor. Ik ga het toch doen. Komt-ie. We gaan gewoon zien. Dus nu kleur ik op mijn witte gedeelte. Nog een dun strookje. Met dat intens potlood. Niet hard op duwen. Gewoon een dun randje neerzetten. Rondom. Een soort van doet hij het of doet hij het niet. Maar we doen het. En dat vind ik het mooie aan die intens potloden. Nu zie je echt nog wel, als je van dichterbij kijkt, die potloodstrepen staan. En als je dat straks blendt, dan blend je dat helemaal weg. Er zijn ook aquarelpotloden waarmee dat niet lukt. Dan blijf je altijd die potloodstrepen zien. En dat vind ik dan persoonlijk toch wel weer wat jammer. Omdat, en daarom gebruik ik zelf deze heel graag. Plus, wat ook heel fijn is aan de Inktens, dat het watervast is als het gedroogd is. Dus je kunt het niet weer helemaal uitsmeren. En dat kan soms met andere aquarelpotloden wel weer. Nou, doe op dezelfde manier. En nu nog belangrijker, omdat ik nu echt in het wit zit te, wel, in het wit zit te werken. Dat begin in het niks en je werkt naar je lijn toe. Dus hier, ik begin in het niks en ik werk naar mijn lijn toe. En dan krijg ik hier dus echt een mooi schaduwrandje. Ik veeg mijn penseel even schoon tussendoor, want ik ga nu naar het volgende stukje. Oh, en ik begin in het niks. En dan blend ik voorzichtig naar de lijn toe. En dan wordt hij mooi. Begin in het niks. Naar de lijn toe. Hier ook. Toch wel eigenlijk toch net even leuk dat extra schaduwtje erbij. Dat past toch goed. Zo. Nou ja, Josette, liever op een lachertje dan op een huilertje of een boze smiley. Hè? Dat, zolang je lachende stuurt, vind ik het prima. Zo. Nou, tadaam, toch dat extra schaduwrandje. En dat zou je dus ook nog hier aan de binnenkant kunnen doen. Als je zegt, ik wil dat het nog ietsje weer naar voren popt bijvoorbeeld. Begin in het niets. Werk naar de rand toe. En op die manier, dan moet ik het wel overal even afmaken. Kan je dus ook die mandala vorm nog ietsjes meer
eruit laten springen. Het kan, het hoeft niet. Je kunt het allemaal zo gek maken als je zelf wil. Ik heb dat bij die andere geloof ik niet gedaan. Ik bedenk dat hier nu weer te plaatsen. Laten we het dan ook maar afmaken. Ja. Nou, en nu heb ik jullie vanavond dus een hele andere manier laten zien om de doodlemasks mee te gebruiken in een superleuk mixed media project. Ik vind het leuk. Ik hou ook heel erg van deze vintage uitstraling. Het is wel even wat anders dan anders natuurlijk. En dan als laatste, finishing touch. Je zou hier nog op kunnen spetteren, je kunt hier nog op stempelen, je kunt er van alles nog mee doen. Je kunt zo gek maken als je zelf wil. Maar ik kies toch ook, het straalt op de een of andere manier, op deze manier wat rust uit. En daar word ik toch ook wel blij van. Als laatste nog een tekst. En de teksten die ik gebruik heel graag, deze stickerboekjes van Studio Light. Eigenlijk altijd, als er ook maar een stickerboekje is, dan koop ik het. Maakt niet uit uit welke lijn, omdat je nooit genoeg tekstjes hebt. En ik kan soms ook heel erg lang nadenken over welke tekst wil ik er nou op hebben. Ik vind wel dat hier een zwarte tekst op moet. En ja. Wat vinden we is mooi? Ik vind het hier wel mooi als we er een beetje eigenlijk een scriptletter in verwerken. Omdat die ook al in de achtergrond zit. Maar wat voor tekst gaan we er dan op plakken? Forget the mistake, remember the lesson. Nou, wat hebben we vandaag geleerd? Zeggen jullie het maar. Ik knip deze wel eventjes in tweeën. Ik hoop dat ik natuurlijk in deze live ook jullie nog weer wat nieuws heb kunnen laten zien. Dat zou dan natuurlijk ook wel leuk zijn. Een beetje geïnspireerd raken om wat leuks mee te gaan doen thuis. Lekker in dit weekend. Zo. Nou, die zit redelijk recht. Lang leven Timmermans oog. Die heb ik laatst niet. Forget the mistake, remember the lesson. En zo heb je dus met de doodlemasks van Studio Light hele leuke mogelijkheden tot het maken van artjournal pagina's, van kaarten om mee te tekenen en van alles en nog wat. Ik hoop dat jullie deze live leuk vond. Ik hoop jullie ook allemaal heel erg volgende week vrijdag weer te zien. Ik vond het leuk dat er vanavond wat meer kijkers waren. Dat, dan voel je je toch wel gewaardeerd als jullie speciaal hier op je vrijdagavond voor mij komen kijken. Dus bedankt allemaal voor het kijken. Hopelijk tot volgende week. En als jullie, ik blijf dat elke week zeggen, nou heel graag een keer iets willen zien live, laat het me weten en dan gaan we dat zeker, wil ik dat zeker wel een keer laten zien. Als het natuurlijk binnen mijn mogelijkheden ligt, want ook ik kan niet alles. Nou, wil je nou nog weten welke masks ik heb gebruikt? Kijk hier nog even hoe mooi ze zijn. En dit is mask nummer 58 en nummer 59. Hele fijne avond allemaal. En hopelijk tot volgende week. Fijn weekend!